Ik stam van nazaten die op de werkkampen of door mijn Vreeland arbeid hebben verricht. En wat er zo mooi is aan deze combinatie is dat we eigenlijk vanaf kinds af aan heel veel overgedragen hebben gekregen over onze cultuur, over onze identiteit. Het is gestart met een fotoalbum. Die heb ik op mijn 13e gekregen. En die fotoalbum had een aantal foto's van voorouders die ik niet heb gekend omdat ik toen nog niet geboren was. Maar daar heb ik wel alle verhalen in meegekregen. Wat ze toen hebben meegemaakt, wat ze hebben gedaan om te kunnen overleven. En dat heb ik opgetekend vanaf mijn 13e jaar tot huidig. Dat is voor mij een heel groot symbool om mijn identiteit te kunnen onderzoeken en vast te houden en kracht uit te putten. Maar ook tegelijkertijd om te delen. We hebben het echt over een gedeelde geschiedenis die huidig ook raakvlakken heeft. Dat moeten we gewoon bespreken en echt diep in dialoog gaan. Ik vind dat heel erg belangrijk.